Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een sok kunt gaan starten van de teen naar het boord. Dit is een verzoekvideo, want vele van jullie hebben naar aanleiding van mijn vorige video, waarin ik liet zien hoe je de Turkse opzetmanier kan maken, de vraag gesteld of ik jullie ook kon gaan laten zien hoe je dan kan gaan meerderen. En dat ga ik jullie dus in deze video laten zien. En het meerderen, dat gaat dus gebeuren voor een toe-up sok. Ik heb eventjes mijn sok erbij gepakt. Dit is dus de teen en die heb ik opgezet dus ook met de Turkse opzetmanier. En daarbij ben ik dan gaan meerderen om dus die teen van de sok te gaan creëren. Deze manier van meerderen zorgt ervoor dat je een wat spitsere teen gaat krijgen. Maar als je hem aantrekt zie je dat niet. En ja, mocht je eventueel een ronde teen willen, heb ik daar een andere opzet voor, maar daar komt een aparte video voor. Mocht die video al online staan, dan zal ik ook het linkje in de beschrijving zetten. En in de beschrijving vind je sowieso ook een linkje naar de video waarin ik uitgebreid aandacht geef aan de Turkse manier van opzetten. En de materialen die ik in deze video gebruik, kun je daar ook terugvinden. Waaronder dus een linkje naar de breinaalden. Ik gebruik ervoor de Chowgu breinaald. Daar ben ik echt groot fan van. En ik gebruik in dit voorbeeld dan een dik garen, de Chunky Monkey van Scheepjes. En dus een Chowgu naald maat 4,5 in 100 centimeter. Maar mocht je echt een sok willen gaan breien, dan ga je daar natuurlijk je naald op aanpassen en je garen. Het garen wat ik hiervoor gebruikt heb is gewoon echt sokkengaren op een naald 2,5. Veel meer steken ook. Maar ik ga jullie in deze video dus gewoon echt puur en alleen de techniek laten zien. Het is geen patroon wat ik jullie laat zien. Het is gewoon puur en alleen de techniek die ik jullie laat zien. Mijn breinaalden komen overigens bij Miriam Bonenbeek vandaan. En een linkje naar haar website, die staat dus onder in de beschrijving van deze video vermeld. Voordat ik ga beginnen, zou ik het ook echt heel erg leuk vinden als je je gaat abonneren op mijn kanaal, voor als je nog een abonnee bent. Doe dat door eventjes gratis en voor niets op die rode abonneeknop te drukken. Die vind je hieronder. Kost je helemaal niks, dus klik vooral eventjes op die knop om abonnee te worden van mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En wil je nou helemaal niks missen van mijn kanaal? Want er komen nog meer breivideo's aan. Klik dan ook nog eventjes op het belletje wat je vindt naast de abonneerknop. Want dan krijg je in het vervolg ook nog eens een keer een melding. En dan mis je dus helemaal niks. Deze video ga ik jullie dus laten zien hoe je de opzet maakt. En hoe je gaat meerderen voor bijvoorbeeld een toe-up sok. Dus laten we gauw aan de gang gaan. We gaan dus starten met het opzetten van de teen van een sok. Hier kijken we dus tegen de teen aan. Dit is de opzet en je ziet hier aan de zijkant de meerderingen waardoor dus de teen scheef gaat lopen en je dus de breedte van je sok gaat maken. Ik ga jullie niet helemaal stap voor stap door een patroon meenemen. Ik ga jullie puur en alleen echt de techniek laten zien hoe dit werkt. Dus mocht je eventueel sokken willen gaan breien of wat dan ook, dan verwijs ik je naar de vele sokkenpatronen die er zijn. Ik ga jullie dus echt alleen puur de techniek laten zien van hoe je dit gaat opzetten. Nou, daar gebruik ik dus nu weer de Turkse opzetmanier voor. Op de Magic Loop. Dus ik vouw mijn rondbreinaald dubbel. En ik laat dus mijn breipunten naar links wijzen. Vervolgens pak ik mijn draad, maak ik eventjes een opzetlus. En die zet ik op de achterste naald. Ik ga dit gewoon eventjes snel doen, omdat ik hier ook een aparte video voor heb staan. Dus mocht je even op je gemak willen zien hoe deze opzet werkt, ga dan eventjes die tutorial video kijken, want dan geef ik er gewoon echt eventjes wat meer aandacht aan. Ik ga nu gewoon even voor het gemak een aantal steken opzetten.
draai ik mijn naald weer om. En ik trek mijn naald eruit. En dan zal ik even inzoomen. Als ik mijn inzoomknop kan vinden. Ja, hier is hij. Nou. Als je opzet op deze manier gemaakt hebt, dan ga je eerst alle steken recht breien. En dat is dan toer nummer 1. Dus alle steken gewoon recht breien. Dus je steekt gewoon in elke lus recht in en je breidt de steek gewoon recht. Ik doe dit overigens op de continentale manier. Mocht jij nou rechtshandig je draad vasthouden, dan kan je dit gewoon op dezelfde manier doen. Want het is niet specifiek bedoeld voor continentaal breien. Dit kan je ook gewoon op de Europese manier breien. Dus laat je daardoor niet misleiden. Deze manier is gewoon toepasbaar op elke manier van breien die er is. Dus gebruik gewoon lekker jouw techniek die jij gebruikt. Nou, als je dan bij de ene naald alle steken gebreid hebt, draai je werk om. Naald terug in je werk. En je trekt vervolgens de onderste naald er weer uit. Je werkdraad weer, kijk, en dan heb je de eerste steek, dat is je opzetlus. Die haal je er gewoon vanaf, die laat je vallen. En vervolgens ga je nogmaals alle steken die je ziet recht breien. Die eerste is los, dus pas daarmee op, want dat is je opzetsteek. En dan gaan we daar de rest van de steken breien. Nou, mijn werk oogt nu heel erg strak, omdat ik nou niet echt de perfecte maat voor dit garen heb. Dit garen is eigenlijk geschikt voor dikkere naalden, maar het werkt prima zo om het aan jullie te laten zien. Kijk, en dan hebben we alle steken een keer gebreid. Dus dan zijn we weer rond. En als je dus aan je begindraadje trekt, dan trek je hier het lusje weer kort. Nou. Werk weer keren. Naald breng je weer terug op je steken. En dan hebben we toer 1 gebreid. Mocht je het nou lastig vinden om je steken of je toeren bij te kunnen houden, pak ik even een steekmarkeerder erbij. Dan is het misschien voor jezelf handig om gewoon nu in het begin even aan de onderkant een steekmarkeerder te plaatsen. Dan weet je dus als je steekmarkeerder weer aan deze kant zit, dat je rond bent gegaan. Nou, ik hang hem nu gewoon eventjes aan de onderkant van mijn werk. Maar als je op een gegeven moment een paar toertjes gebreid hebt, dan kun je die steekmarkeerder ook gewoon voor in je werk hangen. En dan weet je ook dat als je tegen je steekmarkeerder aankijkt, dat je rond geweest bent. Draad aan de achterkant van je werk, niet aan de voorkant, anders gaat het fout. Zorg ervoor dus dat je draad niet voor zit, maar aan de achterkant van je werk zit. Nou, dan gaan we dus weer een toer breien. En dit wordt onze toer waarin we gaan meerdere. Hou er ook altijd rekening mee dat als je Magic Loop breidt, dat je de naald uit je werk trekt waar de werkdraad zit. Mijn werkdraad komt dus nu uit deze naald vandaan. Dus ik trek de voorste naald uit mijn werk, waardoor ik dus de achterste steken kan gaan breien. Want daar komt mijn draad dus niet vandaan.
Nou, we gaan er nu meerdere deze tour. Dus dit is tour 2. Dat kan je voor jezelf ook onthouden. De even toeren gaan we meerdere. De oneven toeren breien we alles recht. Het meerdere doen we op de volgende manier. De eerste steek gaan we 2 steken in breien. En dat doe je door eerst voor in de lus te breien en dan achter in de lus te breien. Want zoals je kunt zien, het lusje loopt dus over je naald heen. En het voorste beentje van de lus zit rechts straks in je werk. En het achterste beentje, dat zit links in je werk. Want je steek kantelt zeg maar die kant op. En dan kijk je tegen het veetje aan. Omdat we magic loop breien, is het ook belangrijk om ladders te voorkomen dat je de draad goed strak aantrekt. Zodat het dus gewoon echt goed bij elkaar in de buurt zit. Anders krijg je ladders aan de zijkant. Maar we gaan dus de eerste steek op deze naald meerdere. En dat doen we als volgt. Je steekt van links naar rechts. Aan de voorkant dus gewoon in je steek in. Als zijnde dat je hem recht gaat breien. Slaat je draad om en die haal je door. En normaal gesproken laat je nu de draad van je naald glijden en heb je je eerste steek gebreid. Maar dat gaan we dus nu niet doen. Je laat deze steek ook op je naald staan. En vervolgens ga je met je rechternaald naar de achterkant van diezelfde steek. En dan ga je van rechts naar links in die achterste lus insteken. Sla je de draad weer om je naald. Ik haal hem altijd eventjes vast. En vervolgens kom je weer met je naald terug naar voren. Kijk, en dan heb je dus 2 lusjes op je naald staan. En dan laat je hem van je naald afglijden. En dan heb je dus een meerdering gemaakt. Dan heb je dus uit 1 lus 2 lusjes gehaald. De volgende steken breien we gewoon recht. En daarbij denk je eraan dat je alle steken recht breidt totdat je nog 2 steken op je naald hebt staan. Dus we breien gewoon alle steken recht. Totdat we dus nog 2 steekjes op de naald hebben staan. Het gaat niet echt heel soepel bij me, omdat het best strak gaat vallen nu allemaal, maar dat komt goed. Kijk, ik heb dus nu nog 2 steken op mijn naald staan. En in die ene laatste steek gaan we dus nu weer meerdere. Dus we steken weer eerst door de voorste lus in. En die breien we gewoon ook recht. Lus laat je op je naald staan. En je gaat vervolgens met je werknaald, dus deze rechternaald, naar de achterkant van je werk. En je steekt ook nog een keer in de achterkant van je steek. Slij de draad om. Hou hem altijd even vast. En je komt vervolgens weer terug naar voren. En dan heb je dus nog een lus uit die lus vandaan gehaald. En die laat je dan vervolgens van je naald glijden. En dan heb je dus een meerdering gemaakt. En de laatste steek, die brei je recht. Dan hebben we de eerste naald 2 steken gemeerderd. Je meerdert altijd aan het begin en aan het eind van je naald. Zodat je dus aan beide kanten van de teen een meerdering gaat krijgen. Kijk, en je herkent je meerdering nu ook, doordat je dus nu een steekje hebt met nog weer een lusje daarvoor. Die zie je dus hier zitten. Gaan we ons werk weer draaien, want dan gaan we ook aan de andere kant de steken op breien. Dus dan
gaat je naald terug je werk in. Dat zeg ik, het gaat bij mij nu allemaal eventjes wat stroever, omdat ik dik garen gebruik. Het gaat wel heel stroef. Dat komt wel goed. Zo. Pakken we onze werkdraad weer. Nou, die zie je dus ook weer bij deze naald zitten. Dus dat is je voorste naald. Dus die trek je dan weer vervolgens uit je werk. Zodat je dus de volgende steek aan de andere kant ook weer kunt braaien. Eerste steek gaan we weer meerdere. Dus we steken weer in. De eerste steek in op de normale manier. En die breien we recht. Lus laten we niet van onze naald glijden. Want we gaan naar de achterkant van onze lus. Daar steken we van rechts naar links in. Lus op je naald ophalen. Doorhalen. Dus dan gaat je naald weer naar voren. Dan heb je twee lussen op je naald. En dan laat je die lus op je linkernaald eraf glijden. Vervolgens alle steken recht breien. Totdat je nog twee steken op je naald hebt staan. Dus je breidt ze allemaal gewoon recht. Totdat je dus nog twee lussen op je linkernaald hebt staan in dit geval. En dan ga je dus in die ene laatste lus weer meerdere. Dus we steken weer door de voorste lus in van links naar rechts. Draad omslaan. En doorhalen. Lussen laat staan. Je gaat vervolgens met je rechternaald naar achteren. En dan ga je dus van rechts naar links door de achterste lus. Draad omslaan. Naald weer naar voren. Heb je twee lusjes op je naald staan. En dan laat je die steek afglijden. En de laatste steek. Die brei je recht. Je werkdraadje even. Zo. Okay. Nou, dan hebben we dus de eerste toer gebreid, want onze steekmarkeerder die is weer terug. Dus dat is dan toer 2 die we gebreid hebben. Dan gaat je naald weer terug je werk in. Ik zie nu trouwens dat ik mijn steekmarkeerder in de binnenkant van mijn werk gezet heb. Dat is niet handig. Dus ik haal mijn steek met de keer er even uit. En nu kijk ik dus wel tegen de buitenkant van het werk. Dus dan plaats ik hem daar eventjes opnieuw in. Gelukkig kom ik daar nu achter. Dus zet je steekmarkeerder aan de voorkant van je werk. Dat is dus deze kant nu. Dit was de binnenkant. Dat gaat natuurlijk niet werken, want dan ben je steekmarkeerder kwijt. Goed, dan hebben we een toertje gemeerderd. Gaan we nu de volgende toer breien. En dat is gewoon heel simpel, alle steken recht. En daarbij zorgen we er dus ook voor dat we die eerste steek goed strak breien, waardoor die kabel dus dicht bij je werk komt, want dan heb je dus straks aan de zijkant geen ladders. Dus alle steken gewoon recht breien. Dus de eerste steek gewoon normaal. Trek je werkdraad goed strak aan. Kijk, en dat lukt ook nog wel eens door de steek die je nu op je naald hebt staan, je naald omhoog te trekken en dan aan je werkdraad te trekken. Dan trek je hem goed strak. Als je hem dan af laat glijden, trek je hem ook nog even een klein beetje aan. En dan komt die kabel dus mooi naar je werk toe en heb je minste kans op ladders aan de zijkant van je werk. De tweede steek die brei je ook nog eventjes iets aan de strakke kant. En dan kan je je spanning weer wat laten zakken. En dan brei je dus gewoon al je steken op de naald
gewoon recht. Uiteraard zonder je draad te splitsen. Eigenlijk zonder je draad te splitsen. Alle steken op deze naald gewoon recht breien. Dat is je eerste naald. Draai je werk weer om. Deel je kabel weer terug op je steken. Dus de steken komen terug op de naald. En dan ga je vervolgens de onderste naald weer uittrekken en aan de andere kant ook de steken breien. Eerste steek, die brei je dus weer strak, zodat de kabel goed naar je werk komt. Dus ik sla hem altijd om, dan trek ik mijn draad al strak. Dan zie je dus dat die kabel al naar je werk toe komt. Haal hem door je steek. Even wrikken, trek je hem ook extra strak en dan laat je hem afglijden. En dan nog even een klein laatste rukje aan de steek geven, zodat hij echt goed strak zit. En vervolgens ga je de rest van de steek allemaal recht breien. Dus de oneven toer waar we nu mee bezig zijn, daar brei je alle steken recht. En in je even toeren ga je dus steken meerdere. Vaak wordt het ook gewoon in het patroon aangegeven. Dus dan kun je gewoon volgens patroon gaan breien. Maar als je gewoon uit je hoofd iets gaat opstarten, dan is dat gewoon het makkelijkste om te onthouden, even is meerdere, oneven is gewoon alles recht breien. Nou, alles weer gebreid. Dus dan is de derde toer gebreid. Steekmarkeerder zit bij mij nu weer rechts, dus dan weet ik dat ik weer helemaal rond ben geweest. Dus dit is het begin weer van mijn ronde. Echt, ik brei heel strak, waardoor ik mijn steken dus gewoon echt lastig op de naald terugkrijg. Maar daar moet je niet van aantrekken, want dat komt wel goed. Ja. Nou, oneven toer dus gebreid. Dus dat betekent dat we in deze toer nu weer gaan meerderen. Dus ik haal mijn naald er weer uit. Je kan al een beetje nu, dat ik met dikke draadwerk, mijn werk een beetje naar binnen klappen. Zo. Gaan we weer meerdere. Dus dat ga ik jullie weer een keertje laten zien. Altijd de eerste steek op je naald gaan we meerdere. Dus van links naar rechts insteken. Als zijnde dus de steek recht breien. Draad om je naald. En de steek breien, niet af laten glijden, want we gaan dus nu met onze rechternaald naar de achterkant. Steken we van rechts naar links in die lus in, dus die eerste steek is dat. Draad omslaan. En nogmaals die steek breien. Heb je dus twee lussen op je naald, op je rechternaald. En dan laat je de steek van je werk glijden. Volgens alle steken die je nu ziet recht breien. Ik ga nu eventjes wat losser breien, want anders wordt het echt een drama. Je breidt dus nu alle steken gewoon recht, totdat je nog twee steken op je naald hebt staan.
Ik heb dus nu nog 2 steken op mijn linkernaald. En die ene laatste steek, dus de eerstvolgende steek die we nu zouden gaan doen, daar gaan we weer een meerdering maken. Dus dan gaan we ook weer van links naar rechts insteken, als zijnde dat we deze steek recht gaan breien. Draad omslaan en doorhalen. Op je naald laten staan beide. Volgens je naald naar de achterkant. En nogmaals van rechts naar links achter die steek insteken. Omslaan. En doorhalen. 2 lussen op je naald. En laat het steekje eraf glijden van je linkernaald. Dan heb je je meerdering weer gemaakt. En de laatste steek, die breien we recht. Zo. Hebben we in deze pen ook weer 2 steken gemeerderd. Gaan we aan de andere kant ook doen. Dus dan keren we ons werk weer om. Draadje weg, zo. Dus dan zitten we weer op onze andere naald. Daarbij gaan we dus weer de eerste steek meerderen. Dus we steken weer in als zijnde dat we hem recht gaan breien. Dat gaan we ook natuurlijk doen. Omslaan. En lus ophalen. Laten staan. Gaat voor met je rechternaald dus naar achteren. En je steekt in de achterkant van je lusje in. Draad omslaan. Doorhalen. En dan laat je de steek van je naald glijden. En heb je dus weer een meerdering gemaakt. Je hebt dus nu weer 2 lussen uit 1 lus opgehaald. Gaan we weer alle steken recht breien. En dat doen we dan net zo lang. Totdat we nog 2 lusjes op de naald hebben staan. En daar zijn we dus nu. 2 lussen nog op onze naald. Volgende lus, dat wordt dus weer een meerdering. Dus weer insteken, omslaan, doorhalen. Rechternaald naar achter. Linkernaald kantel je naar voren, zodat je echt tegen de achterkant van je lussen aankijkt. Van rechts naar links weer in die achterste lus insteken. Draad ophalen. Doorhalen. En dan laat je hem afglijden. En de laatste steek, die breien we gewoon recht. En dan hebben we ook in die naald 2 meerderingen gemaakt. Steekmarkeer, daar heb ik nu weer hier zitten. Dus dat betekent dat ik weer rond ben. Nou, toertje 4 gebreid. Dus we komen nu weer in een oneven toer. En dat betekent dus weer alle steken recht breien. Kijk, je kan dus nu ook je werk dubbel klappen. Zoals je kunt zien, begint het al op te bollen. En we gaan deze toer dus alle steken recht breien. En daarbij zorgen we dus ook voor dat we die eerste steek ook redelijk strak breien, zodat die mooi aan gaat sluiten. Ik zal hem nu eventjes iets minder strak breien, want anders is het weer een drama met terugplaatsen van de naald. Dus je kan ook gewoon wat aan de losse kant je steek breien. Laat je hem afglijden. En dan geef je de naald gewoon daarna, of de draad daarna even een klein rukje. Dan trek je de steek ook mooi strak. En dan breien we dus de rest van de steken gewoon allemaal recht.
oneven toer. Dus dan gaan we alles weer gewoon recht breien. Dat is naald 1. Keer je werk weer om. Kabel er weer in terug. Steken op de naald. Je werkdraad vervolgens weer pakken. Onderste naald trek je er weer uit. En dan gaan we ook aan deze kant alle steken recht breien. En denk er dus bij na dat je de eerste steek altijd even wat strakker breidt. Om die overgang mooi te laten gaan en dus geen ladders te krijgen daardoor. De laatste steek recht. En dan zijn we weer rond. De steek markeerde, die zit weer aan deze kant. Dus dan weet ik dat ik weer helemaal rond ben geweest. Leg mijn werk weer om. Naald er weer in terug. Okay, en dan zie je dus nu al dat het teen zich begint te vormen. Je hebt hier dus de opzet en aan beide kanten de meerderingen. Dus het werkje begint al lekker op te bollen. Nou, ik ga jullie nog één keertje laten zien voor de meerderingen. En dan moeten jullie het in principe gaan redden. Overigens, ik laat dus nu deze manier zien op een rondbreinaald door middel van de Magic Loop manier. Mocht jij nou eventueel wel bekend zijn met Judy's Magic Cast On, dan kun je natuurlijk ook die techniek gebruiken en gewoon losse sokkennaalden. En dan kun je ook op deze manier je meerderingen gaan maken met sokkennaalden. Dit is dus niet specifiek bedoeld voor Magic Loop met de Turkse manier van opzetten. Je kan gewoon echt werkelijk elke opzet gebruiken die jij fijn vindt om te breien. En op deze manier dus je meerderingen dan gaan maken. Maar aangezien ik dit de makkelijkste manier vind voor het opzetten van een sok van de teen naar boven, laat ik jullie dat op deze manier gewoon lekker zien. Er zijn zoveel soktechnieken, dus laat je daardoor niet misleiden. Echt werkelijk alles is mogelijk wat dat betreft. En deze manier van meerdere wordt in het Engels ook wel knit, front en back genoemd. De KFB noemen ze dat ook wel. De KFB afkorting is dat. Dus KFB, K is knit, F front, B back. Knit, front, back. En dat doe je dus doordat je knit, front, dat is dus deze lus. Vervolgens sweep je naald naar achter en dan brei je dus de achterkant back. Dus front, back. Dus dat is dan de afkorting die je in patronen zult tegenkomen. De KFB. Knit, front en back. Dus dat is dan een meerdering. En ik weet eigenlijk niet hoe die in het Nederlands genoemd wordt. Maar volgens mij knit, of nee, brei voor achterkant. Zou ik het meest logisch vinden dan. Maar dat durf ik zo niet te zeggen, want ik brei over het algemeen eigenlijk alleen maar met Engelstalige patronen. Maar dat is dus de manier, ook als we dan bijvoorbeeld spreken van brei de voor- en achterkant,
als meerdering, dan weet je dus ook gewoon voorkantje, achterkantje breien. Ga ik jullie dus nog even één keer laten zien om het nog één keertje duidelijk te maken. We gaan dus nu weer meerderen. Werkdraad die zit dus aan je andere kant, dus aan de kabelkant in dit geval. Dus de steek die je gaat breien, die heeft dus niet de werkdraad te pakken. Die ligt aan de overkant. Gaan we dus weer meerderen. Dus we steken eerst aan de voorkant in. Die gaat altijd van links naar rechts, recht breien. Omslaan. Draad doorhalen. Lus op je naald laten staan. Aan beide kanten. Vervolgens je rechterbreinaald dus naar achteren brengen. En dan door het achterste lusje insteken, omslaan, doorhalen. En dan de steek laten afglijden. Dan heb je dus je meerdering gemaakt. Alle steken recht die je vervolgens tegenkomt. En je blijft dus net zo lang je steken recht breien. Totdat je nog twee steken op je linkernaald hebt staan. Dat is dus nu het geval. Ik heb hier nog twee steken. En dan ga je in de eerstvolgende steek weer een meerdering maken. Dus insteken zijn de recht breien, lus ophalen, doorhalen en niet laten afglijden. Dus je laat hem erop staan. Volgens je naald naar achteren en in de achterkant van je lus insteken, omslaan, doorhalen en dan laat je hem eraf gaan. Heb je meerdering dus weer gemaakt. En de laatste steek, die brei je recht. En met deze naald weer twee meerderingen gemaakt. Gaan we weer keren. Kabel er weer in terug. Steken weer allemaal op de naald. En dan kun je werkje ook nu inmiddels wat naar buiten ploppen. Zodat je dus op de bovenkant echt naar de binnenkant kijkt. Dan heb je ook weer wat meer ruimte voor het breien. Onderste naald weer uittrekken, want daar zit de werkdraad. En dan gaan we de eerste steek weer een meerdering maken. Dus breien, naald naar achteren, in de lus insteken weer, draad ophalen. Heb je rechts twee lussen zitten en dan laat je links de naald het steekje afglijden. Volgens alle steken recht. En je breidt alle steken gewoon recht, dus totdat je nog twee lussen op je naald hebt staan, of twee steken op je naald hebt staan links. Okay, dat is dus nu het geval. Ik heb hier nog twee steken staan. De eerstvolgende steek gaan we weer meerdere, dus je steekt weer eerst door de voorkant heen. Lus ophalen. Rechternaald naar achter. En volgens door de achterste lus insteken. Lus ophalen. In de voorkant komen. Twee lussen uit één lus opgehaald. Laat je hem afglijden. En de laatste lus brei gewoon recht. En dan heb je weer je meerdering gemaakt. Nou, mijn steekmarkeerder zit dus nu weer aan de rechterkant.
Dus dan weet ik, ik ben weer helemaal rond. En dan ga je dus nu weer een hele ronde alle steken die je tegenkomt recht breien. En dan hou je er dus weer rekening mee dat je die eerste steek ook weer wat strakker gaat breien om dus die zijkant hier mooi naadloos en strak te gaan krijgen. Als je dat niet doet, krijg je dus gewoon echt enorme ladders en het is gewoon niet mooi. Dus je steekt gewoon weer in je eerste steek in voor het breien. Draad omslaan, doorhalen, af laten glijden. En je geeft hem een klein rukje. Dan trek je die steek dus strak. En dan sluit je dus ook de ladder. En de tweede steek die maak je ook nog iets strak. En dan kan je gewoon daarna al je steken gewoon recht breien. Dus geen meerderingen, gewoon alles breien zoals het zich voordoet. Heb je alle steken gebreid, andere kant op. Dus de kabel weer door je steken heen, steek op je naald. Andere naald er weer uittrekken. En ook aan deze kant al je steken weer recht breien. Met dus de eerste steek die je wat strakker breidt. Rukje geven aan je draad om die ladder aan de zijkant te sluiten. En dan brei je gewoon alles weer helemaal recht. Nou, en dat is eigenlijk het enige wat je dus nu doet met de opzet van je teen. Je houdt er dus rekening mee. De oneven toer. Brei je alles recht. En in de even toer maak je dus je meerderingen. Dan laat ik het zo even zien. Sorry voor het getik van de naalden. Zo. Ik heb dus nu weer alle steken rechtgebreid. Dus dan zou ik dus nu weer een toer gaan krijgen waarin ik dus alle steken ga... Of nou, alle steken, dat ik dus weer ga meerderen. En bij het meerderen denk je er dus om... De eerste steek op je naald, daar ga je een meerdering plaatsen. En in je ene laatste steek. Dus deze steek, daar ga je meerderen door de voorkant en de achterkant van je lus een steek te breien. Alle andere steken brei je recht, totdat je er dus nog twee op je naald hebt staan. Dan doe je in die volgende steek ook weer een meerdering breien. En je laatste steek... Die brei je recht. Dan heb je dus op deze pen twee meerderingen gemaakt. En dat doe je aan de andere kant ook. Dan begin je ook weer in je eerste steek met een meerdering. En in je ene laatste steek ook een meerdering. De rest brei je allemaal recht. Als je dan je meerderingen gehad hebt, dan ga je dus weer een hele ronde alle steken recht breien. En zo ga je net zo lang door totdat je het aantal steken op je naald hebt staan, wat dus nodig is voor de sok die jij op dat moment bent aan het breien. Ik heb er bewust voor gekozen om alleen deze techniek te laten zien, omdat elke maat sok zijn eigen aantal aan steken vraagt. Elke sok vraagt ook een andere hoeveelheid aan opzet van steken, dus daar heb ik ook geen aandacht aan besteed. Ik ga daarvoor gewoon echt in je patroon kijken.
Er zijn bijvoorbeeld sokken, daar moet je 6 steken mee starten op elke naald. Nou, ik doe dus de Turkse manier, dus dan doe ik 6 omwikkelingen en dan heb ik dus ook 6 steken. En doordat ik ze aan beide kanten brei, heb ik uiteindelijk 12 steken op mijn naald staan. En dan kun je daarna dus net zo lang gaan meerderen tot je het aantal steken hebt wat je nodig hebt. Dus volg daar gewoon voor je patroon. De Turkse opzetmanier, dat is dus een vervanging van de Judy's Magic Cast On, die vaak ook nog wel gebruikt wordt bij toe-up sokken breien. Er zijn verschillende manieren dus om steken op je naalden te gaan zetten voor toe-up sokken breien. Maar nogmaals, mocht je niet bekend zijn met die manier, linkje naar die tutorial video die ik daarvoor opgenomen heb. Die staat dus in de beschrijving, dus neem daar dan ook eventjes een kijkje. Dit was dus echt puur en alleen bedoeld om jullie de techniek te laten zien hoe je dus in je breiwerk op deze manier steken kunt gaan meerderen. Volg gewoon je patroon. Je patroon geeft aan hoeveel steken je op moet zetten. Ook het meerderen, hoe lang je dat door moet gaan voor het aantal steken wat je nodig hebt. Dus tel tussendoor ook regelmatig even je steken of je al op het punt zit dat je dus genoeg steken hebt. Dus volg gewoon je dat patroon. Dit is gewoon eventjes weer een techniekvideo om jullie te laten zien hoe dat werkt. Op verzoek van jullie, want jullie vroegen het heel veel van kun je dat ook eventjes laten zien hoe je dat dan vervolgens doet. Nou, dat doe je dus op deze manier. Als je vervolgens je teen gebreid hebt, als je dus voldoende steek op je naald hebt staan voor de teen. Kijk, dat is dus hier. Dan zie je dus de start van je teen. En je ziet dus hier de meerderingen, dus dat gaat uitlopen. Als je op een gegeven moment klaar bent met het meerderen van je teen, dus je teen is klaar, dan is het gewoon heel makkelijk, dan ga je gewoon echt alleen maar in het rond al je steken breien. Deze sok heb ik gewoon alle steken recht, dus dat is in dit geval een tricotsteek, want als je naar de binnenkant kijkt, zie je dus die bultjes zitten, de ribbeltjes. Normaal gesproken tricotsteek is 1 pen recht, 1 pen averecht. Maar aangezien je dus in het rond aan het breien bent, brei je alle steken gewoon recht. Maar dan ga je dus net zo lang recht breien al je rondes totdat je voet groot genoeg is. Want dan brei je dus je voet. En dan kun je dus daarna gaan starten met de heel. Nou, die gaat weer eventjes op een andere manier gebreid worden. Dat is de volgende video die jullie van mij gaan zien in het breien van sokken. Want deze heel die ik gebruik geeft gewoon een hele mooie naadloze overgang. Zitten geen gaatjes in de zijkant en dat soort dingen. Zoals je kunt zien, het is een hele mooie overgang. Een hele mooie manier ook van steken breien. Dus ga gewoon volgens patroon het aantal rondes breien nu voor je voet. Ik kan jullie daar niet in adviseren, omdat ik natuurlijk geen patroon bij me heb. Ik laat jullie echt puur en alleen de technieken zien. Dus ga nu gewoon lekker, nadat je de teen klaar hebt, je voet breien. Totdat je dus op het punt komt dat je de heel kan gaan starten. Dat is dus mijn volgende video die ik ga opnemen. Het breien van deze heel. Er zijn ook echt ontzettend veel verschillende soorten manieren van hielen breien. Maar ik vind deze heel gewoon heel erg prettig. Dus die ga ik voor jullie filmen ook. Dus die gaan jullie later zien. Nog eventjes een dingetje ook voordat ik daar vragen over ga krijgen. Want zoals je zag, op het begin van de pen brei ik de eerste steek mijn meerderingen. En in mijn ene laatste steek de meerdering. En dus niet in mijn laatste steek. En de reden daarvoor is dat je meerderingen daardoor aan de zijkant gewoon netjes blijven lopen. Als je op beide steken tegenover elkaar dus die meerderingen gaat maken, krijg je hier echt een prop. Dat zit ten eerste al gewoon niet lekker aan je voet. En omdat je dus op die manier de steken gaat meerderen, krijg je dus gewoon een mooiere pasvorm aan je zijkant. Je krijgt dus een mooi riggeltje tussen je steken door. En daarnaast lopen je meerderingen. Dus dat is de reden waarom je dus niet twee steken naast elkaar de meerderingen gaat maken. Want dan gaat het heel erg op elkaar zitten hier. Je krijgt sowieso ook een hele rare vorm van je teen.
Maar de meerderingen vallen mooi plat in je werk op die manier, waardoor je dus geen rare vervelende naadjes aan je tenen gaat krijgen. En zoals je kunt zien, als je uiteindelijk je sok aantrekt, het loopt gewoon ook daarna mooi rond mee. Nou, dan was dit mijn uitleg voor het meerderen van steken in de teen. Ik hoop dat ik daarmee voldoe aan jullie verzoekje. Mijn eerstvolgende video voor het sokkenbreien is dus de heel. En die ga ik jullie dan ook weer stap voor stap laten zien. Dus ik ga gewoon voor het voorbeeld eventjes verder met deze sok. Dit wordt dan de testsok, zeg maar. En dan kan ik jullie daarin ook de heel laten zien hoe ik dat dus ga breien. Dus dat is de volgende video die jullie gaan zien. Dus ik ga jullie sowieso in ieder geval heel veel succes wensen met het breien van de teen. Ik heb jullie dus nu de basis laten zien hoe je dat doet. Je gaat dus net zo lang door met meerdere tot je het desbetreffende aantal aan steken op je naald hebt staan. Steken dus aan beide naalden tellen. Want je hebt aan beide kanten de helft van je sok staan. Dus een voorkant en een achterkant van je sok. Of tenminste een bovenkant en een onderkant van je sok. Kijk, dit is mijn bovenkant van de sok. Hiel zit hier, dus dit is de onderkant van de sok. Beide kanten heb je dus op een naald staan. En je moet dus beide naalden een gelijk aantal aan steken hebben staan. Dus stel je moet, doe een gok, 72 steken hebben voor je sok. Dat betekent dus dat je aan elke naald 36 steken in totaal moet hebben. Als je dat hebt, dan heb je je teen klaar. En dan kun je dus gewoon echt al je rondes gewoon lekker recht blijven breien. Totdat je dus op het punt komt in je patroon dat ze zeggen van start je hiel. Nou, die video die ga ik dus apart opnemen voor jullie. Zodat jullie ook kunnen leren hoe deze hiel gemaakt moet gaan worden. En dan kunnen jullie gewoon op deze manier net zo makkelijk als dat ik het doe. Lekker gedachteloos een sok breien. Dus ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat jullie wat aan deze tutorial gehad hebben. Mocht dat zo zijn, geef hem een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het breien op deze manier voor jullie simpele toe-up sok. En dan gaan we elkaar sowieso in de volgende video zien waarin ik jullie laat zien hoe we een hiel gaan breien. Of ik zie jullie terug in een van mijn vele andere video's. En daarbij alle informatie in de beschrijving van de video. Dus neem daar ook vooral eventjes een kijkje. En dan gaan we elkaar weer zien. Dus succes en tot de volgende keer. Doeg!